had je liever gedaan vandaag? Liever nog in mijn nest gelegen. Dat is 1:30, hè? Ja, weet ik. Zie, wij zijn VMBO'ers. En hoe heb je je voorbereid? Een beetje leren. Een beetje. Potlood, rekenmachine, gewoon wat je nodig hebt. Ja. Heb je zin in? Nee, eigenlijk niet. Heb je heel erg dorst of zo? Nee hoor. Vind je het ook spannend, meneer? Ja. Ja? Vooral omdat het een beetje druk is. Wat voor cijfer ga je halen? Ik gok tussen de 1 en de 5 ongeveer. U kunt met elkaar wel een beetje multitasken, toch? Ja, absoluut. Dat moet als je in het onderwijs werkt. Hey, jij bent de eerste die klaar is. Ja, ik mocht in een apart lokaal mijn examen maken, want ik heb last van dyslexie en ADD. Dus het heeft ook voordelen? Het heeft zeker zijn voordelen eigenlijk. Wim Offermans, natuur- en scheikundedocent. U heeft het examen ook ingezien. Een examen met heel wisselende vragen. Eenvoudige vragen. Ook vragen waar wat meer inzicht wordt gevraagd. Inzicht over elektriciteit, elektrische schakelingen. Je hebt nog 1,5 uur de tijd nu. Ja, klopt. Maar je ging als een speer. Ja, precies. Het was niet al te moeilijk naar mijn idee. Was er een die was om 2:30 al klaar? Wat betekent dat? Dat betekent dat ik dat heel erg snel vind. En dat ik, dan moet je of heel erg goed zijn. Maar over het algemeen probeer ik de leerling altijd te zeggen van gebruik de tijd die je hebt en blijf zitten en kijk het nog eens een keer na. Want je kunt beter zelf de fouten eruit halen dan hoe ik ze eruit haal. Ik probeer gewoon heel de tijd te blijven zitten. Gewoon rustig werken, maak je minder fouten. Het was een lange toets, maar ik had goed geleerd, dus ik kon alles haast beantwoorden. En, hoe ging het? Er werden veel sommen gevraagd met formules, maar grotendeels van al die formules staan gewoon in de BIAS. En eerste reactie, hoe ging die? Nou, ik vond het meevallen. Het ging wel redelijk. Redelijk, klinkt niet heel positief. Wat komt er uiteindelijk uit? Want ja, je bent bezig die leerlingen voor te bereiden en je hoopt dan ook dat ze allemaal succes halen. En ja, het zegt ook iets over jezelf, over hoe ben ik met die leerlingen bezig geweest. Heb ik ze het goede geleerd? Al met al, wat denkt u? Hoeveel negens wordt er gescoord in uw klas? Negens verwacht ik niet veel. Jij zou het tussen de 1 en de 3 halen en gaat dat lukken, denk je? Tussen de 1 en de 5, dat is wel gelukt. Ja, dat is wel gelukt. Oké, en jij? Ja, ik moet denk wel 6 hebben. Ik denk 6. Zo, veilig in een lokaaltje, extra tijd. Hoe is het gegaan? Ja, wel goed. Ik hoop een 7. En nu vakantie? Ja. Het ging over energie, over een waterkoker, die dan 3 minuten met thee, weet ik veel, een nieuw verhaal. Gewoon heel boeiend. Ja. Ik moet er nu nog 2, natuurkunde en biologie. Alleen biologie nog? Ik hoop dat ik geslaagd ben, ik denk ja. Ja. En zien we jou hier volgend jaar nog terug? Dat weet ik niet, ik ben zie ik pas na mijn uitslagen. Hoeveel examens heb je nog te gaan? Niks, ik ben klaar. En het zit er voor u nu dus ook op voor de zomer? Nu gaat het beginnen, nu gaat het nakijken beginnen. Hey, begint jouw vakantie nu ook of begint er nou hoofdpijn bij jou? Wow. Nu is wel vakantie.